Best wel Mixed Gamers Day, ik ben Kevin en ik speel vandaag weer voor jullie Pixelmon, aflevering volgens mij, aflevering 6 volgens mij. En we hebben een Charizard, hebben we geleveld, die is nu heel hoog level. En nu gaan we eventjes gewoon even kijken wat we allemaal kunnen vinden hier. Hier zit dus een swamp gebied, hier zie je allemaal rare Pokémons, allemaal nieuwe Pokémons voor jullie. Ik weet al een beetje wat hier allemaal zit, want ik heb dit natuurlijk al eerder gespeeld. Hier zit een bosgedeelte, hier zit een Swablu. Hier is dus een automatisch gespande, hoe heet het nou, een automatisch gespande Pokécentrum. Maar wat deze Pokémon Centers bevatten, zijn leuke dingen. We gaan even naar binnen. Deze is wat kleiner. Er zijn, ze verschillen ook van grootte. Zoals nu kunnen we bijvoorbeeld deze computer kunnen we meenemen. Maar we kunnen ook dit meenemen, maar dan krijgen we alleen aluminium platen. Met aluminium platen kunnen wij niet heel veel. Ik weet niet wat we hier aan hebben. Oh, hier. Dus we kunnen hier. Oh, dus mooie lampjes. Halen we hier gewoon eventjes mee zo. Het was eigenlijk wel handig dat we hier eventjes een Pokécenter lieten staan. Zodat we als we hier gingen trainen bijvoorbeeld, dat we gewoon die Pokécenters houden. En dat we hier gewoon kunnen healen. Dan hoeven we niet even dat terug naar ons eiland. Ik moet ook nog steeds een waypoint plaatsen bij ons eiland eigenlijk. Zodat wij niet de hele tijd terug hoeven te vliegen van een hele verre afstand. Maar zoals nu hebben we eventjes wat aluminium platen. Dus daarmee kunnen we eigenlijk ook gewoon straks een... als we één diamond hebben, kunnen we daar weer een pokehealer van maken. Maar ik denk niet dat we met de eerste diamonds een pokehealer gaan maken. Misschien dat we gewoon even een pickaxe als eerst doen. Een Ursaring. Oh, dat is ook een mooie Pokémon eigenlijk om te hebben. Alleen, ja. Zit hier een mooi grot? Nee, dat is dus gewoon een opening door een berg heen. We moeten gewoon even wat mooie Pokémon zoeken. Misschien dat we even gewoon even een Pokémon gaan zoeken die we gewoon gelijk even gaan pakken. Weet je wel, gewoon even een mooie Pokémon. Kijk wat hier allemaal zit. Hier zit een Ponytas. Nul tanks. Even kijken wat hier in deze bosjes kan zitten. Misschien wat interessant. Hey, dat hebben we nodig. Dit gaan we gewoon even meenemen. Onze Charizard maakt rare geluiden. Mag. Even kijken. Nou, dan vliegen we eventjes hier overheen. Eigenlijk wil ik ook wel even in het bos kijken wat hier allemaal zit eigenlijk. Van wat voor Pokémon. Ik zie al een Abra, ik zie al een Bellsprout. Ik zie meerdere Bellsprouten. Ik hoor Pokémon teleporten, dus dat zou weer een Abra zijn. Bellsprout van level 5. Niet interessant genoeg. We zoeken gewoon even verder. Ik zoek eigenlijk gewoon een Seedot ofzo, weet je. Dat is echt zo'n droge Pokémon waar je gewoon echt eigenlijk geen bal aan hebt gewoon. Dat zoek ik. Weten jullie dat ook weer? Maar ik zie hier een Sandbio. Dus hier zullen ook wel interessante Pokémon zitten. Wat is dit? Is dit een beetje een mooie grot? Nee, dat is helemaal niks. Zit hier, meestal zit het hier. Nee, dat zit ook niks. Hier zit een meertje. Waarom speel ik eigenlijk in deze mode? Even kijken. Is dat een jungle? Nee, dat is geen jungle. Hier zit een Azumarill. Een Trapinch zit hier. In ieder geval, ik zie daar een Trapinch. Die zijn wel mooi, want dan kunnen we een soort van grote draak creëren. Wat zijn dit nou weer? Is dit... Oh, dit is zo'n dinges. Zo'n tempel. Oh. Dit is wel interessant. Maar we willen niet natuurlijk dat dat ding afgaat. Dus we gaan deze gewoon even onschadelijk maken. Door dit eventjes weg te halen. Nou, even kijken. Emeralds. Dus als we een village vinden, kunnen we dingen met villagers gaan ruilen. Pressure plate, gold horse armor hebben we niet nodig. Hier is de gold ignits in, bones hebben we niet nodig. Gold ignits weer. Hier hebben we wat iron. Nou, even kijken. Dit is de TNT, gewoon even meenemen zo. Zo. Gaan we eventjes omhoog. Ik stel voor om even deze wool die hier zit even mee te nemen. Zodat wij gewoon eventjes een bed kunnen maken. Dus kunnen we nog even wat van dit wool meenemen. Als inventory is het vol. Nee, waarom wou hij hem dan niet opvangen? Dat zit hij nu dus wel. En dat is hij nu dus ook. Dus dat kan ik waarderen. We hebben dus nu drie oranje boel. Mag ik er nog uit? Waar gaan we eruit? Kunnen we hieruit? Please, laat me eruit. Oh shit, 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 shit. Dat is irritant. Dat dit zo ons moest overkomen. Hebben we nog wat meer waarmee we kunnen bouwen? Een smooth sandstone mag ook natuurlijk. Als we er maar gewoon uit kunnen komen. Nou, allemaal diglets. Zien er mooi uit. Niet in de ver. Oh, daar zie ik iets moois. Daar zie ik iets heel moois.
daar gaan we even op af. Kijken of we die kunnen killen. Of we kunnen killen. Kunnen vangen. Die. Ik weet niet hoe het precies heet, maar ik wil het in ieder geval wel hebben. Een Vibrava. Hoog level is hij zelfs. Kunnen wij een Dragon Rage doen om hem te killen? Hij one-hit ons gewoon. Holy shit, hij one-hit ons gewoon eventjes. Ja, dat was dus zeker niet de bedoeling. Kijk, nu heb je het al. Want nu kunnen wij niet meer terug. Wij kunnen wel terug. Maar dan moeten we helemaal lopen. Dus, wat het probleem is. Wij moeten dus eigenlijk nu een soort van pokécentrum gaan zoeken. Maar dan zul je zo zien dat er geen pokécentrums gaan spawnen. En ik weet ook niet of ze in dit gebied eigenlijk kunnen spawnen. Dus dit was niet handig dat we dat in het pokécentrum kapot hebben gemaakt. Even kijken wat hier zit. Want wat we ook kunnen doen is bijvoorbeeld nu een Pokémon vangen. Maar I don't feel like, because if we do that, we will ruin a lot of, Pokéballs. Ze maken coole geluiden, dat vind ik wel. What the fuck vliegt daar? Gewoon what the fuck. Ik weet niet wat jij bent, maar ik zou je best wel willen hebben. Een Volcoro Corona. Holy shit. Die is iets te hoog level. Dat is level 60 gewoon. Oh, een Tepig. Oh. Dit wil ik even proberen, jongens. Kunnen we die Tepig vangen? Please. Nee, shit. We hebben weer een Pokéball gewaste. Dat moeten we dus niet doen. We zijn 6 minuten bezig. En we zijn 6 minuten al gefaald. Dus, even denken. Wat moeten we doen? Er zijn een paar opties wat we kunnen doen. Door bijvoorbeeld even onszelf te killen. Maar ja, dan houden we onze spullen niet. Dus. Ik stel voor om toch een Pokécentrum te gaan zoeken. Nu hebben we onze missie een beetje gefaald. Want nu hebben we nog steeds geen Pokémon gevonden. We hebben wel Pokémon's gevonden. Maar onze Pokémon is dood. Dus kunnen wij niet even hier. Dus we moeten eigenlijk hopen dat we nu een Pokécentrum gaan vinden. Waar we onze Pokémon wel kunnen healen. Want ja, die andere hebben wij dus gesloopt. Maar ik denk dat die ook iets te ver zit. Ja, kijk, die zit ook al gewoon veel te ver. Dus daar naartoe lopen is ook gewoon een hele slechte optie geweest. Ik zie hier echt hele mooie Pokémon's. Maar we kunnen gewoon helemaal niks. Dat vind ik zo jammer. Daar zit Pokeloot. Oh, misschien zit er een revive in. Hoop ik. Ik hoop het gewoon dat er een revive bijvoorbeeld in zit. Laat er alsjeblieft een revive in zitten. Icy Wind. TM. Kan ermee door. Ik heb alleen geen Ice Pokémon. We hebben ook nog geen Snowbiome tegengekomen. Dus daar hebben we eigenlijk nog niet heel veel aan. Please, laat er zo eens zo'n ding spawnen. Ik heb gewoon van die singleplayer servers gehad waar gewoon als je ergens heen liep, dan vond je er gewoon 3 al in 1 keer. Maar hier vinden wij, het enige wat we vinden is heel veel zand. En waar zand is, is geen ding. Waar is dat? Waarom spant het zo raar daar? Is allemaal sensuous. Please, laat er alsjeblieft zo'n ding spawnen. Alsjeblieft zo'n Pokécentrum, alsjeblieft. Want dat hebben we echt nodig. Een Pokécentrum. Want we zitten nog steeds in the middle of nowhere. We kunnen ook bijvoorbeeld een waypoint plaatsen daar naartoe. Dat is wat minder leuk waarschijnlijk. Want dan kunnen we bij ons huis komen. Maar het leukste zal gewoon zijn dat we eventjes een dinges gaan vinden. Wacht, we plaatsen hier gewoon eventjes een dinges. Even kijken. We hebben een waypoint. Er zit hier weer zo'n... zo'n tempel. En dat kan wel eens heel interessant gaan worden, want dan weten wij dat wij misschien hier diamonds kunnen krijgen. Als we diamonds hebben, dan wil je niet iets van zo'n ding geskipt. Nee. Dus dan hebben we J, waypoints, nieuw, woestijn. Doe eventjes een geel kleurtje. Een beetje zo. Save. Ja. Dus we hebben nu hier een woestijn. Dus we gaan even hier naar binnen springen. Zorg even dat we hier ergens naar beneden
beneden gaan hakken. Eerst wat we doen is natuurlijk eventjes dat ding kapot maken als het kan. Pakken we even dit spul. Dit spul. Dit spul. Geen diamonds. Oh, één diamond. Nice. Oh, dat betekent dat we dus een... zo'n healing pad kunnen maken. Maar ja, dat is dus nu niet de bedoeling. Want als we die healing pad gaan maken, dan kunnen wij eigenlijk niet. Dan kunnen wij wel wat. Holy shit, ik hoor rare geluiden. We hebben nu alleen 10 die vergeten. Maar ja, die nemen we ooit al een andere keer wel mee als we het echt nodig hebben. Want ik ga er niet vanuit dat wij überhaupt zoiets nodig hebben. Want het is maar een single player server, dus we hoeven niet een base te raiden of zo. Dus dat is denk ik niet nodig. Maar we hebben nog steeds geen pokercenter. Is dat een pokercenter? Of is het lava? Het is waarschijnlijk lava. Gee. Nou, ik wil niet gaan cheaten, weet je wel, door eventjes een waypoint te plaatsen bij mijn eiland. En waarschijnlijk zitten nu mensen te schreeuwen van, ja, Kevin, je moet dat wel doen. Want anders dan zit je hier de hele tijd rond te hangen. Maar ik ga dat niet doen. Maar ik denk dat ik dat straks wel ga doen. En we zijn nu al 11 minuten bezig, dus het duurt me wel iets te lang. Dus ik denk dat ik eventjes deze aflevering ga afsluiten. Dus doe even een duimpje omhoog. Reageer eventjes. Laat even achter wat voor spel ik überhaupt nog moet spelen. En dan zie ik jullie de volgende keer weer. Dus tot de volgende keer. Doei!